Mijn naam is Sarah van It's a Sarah. Leuk dat je kijkt. Vandaag is het maandag 26 februari 2024 en dit is filmpje nummer 129. Ik ga je vertellen over mijn handwerkperikelen van de afgelopen week. En vandaag ga ik je alle werkjes die ik op mijn naalden heb laten zien. Ik heb namelijk ook echt aan al die werkjes gewerkt de afgelopen week. Nee, één uitzondering. Ik ga je daar zo meteen alles over vertellen, maar eerst wil ik even met je delen wat ik aan heb. Het is vandaag koud en het regent. Volgens mij is het oostenwind. De regen staat in ieder geval recht op ons slaapkamerraam en dat is niet zo vaak. Ja, en ik moet zeggen dat me dat eigenlijk wel verraste, want gisteren was het heel erg lekker weer met een zonnetje. En ik hou hier dus van. Dit is echt heerlijk handwerk weer. En ik geniet er nog even heel erg van. Want ja, de lente komt eraan. Vind ik ook fijn hoor. Maar zo'n grijze, donkere maandagochtend. Ik denk dat dat voor heel veel mensen niet per se prettig is. Maar ik heb ervan genoten vandaag. Maar dat maakt ook dat ik lekker warm aangekleed ben. Want het is echt best wel fris hierboven. Normaal doe ik mijn sjaal altijd uit voor het filmpje. Maar ik wil hem toch gewoon nog een keer laten zien. Want dit is echt de sjaal die ik het allermeest draagt, misschien mijn meest gedragen breiwerk van afgelopen winter. En het is niet zo nodig om hem te dragen tijdens het opnemen van een filmpje. Daar krijg ik natuurlijk altijd lekker warm van. Maar ik wil hem toch nog een keertje laten zien. Overigens, dit is een driehoeksjaal. Ik doe altijd maar wat om mijn nek. Ik weet dat er mooie manieren zijn om hem om te doen. En soms doe ik mijn best, maar meestal eigenlijk niet. En soms zit hij perfect, maar meestal eigenlijk niet. Maar dat maakt niet uit, want hij is gewoon heel fijn. Ik draag hem trouwens niet bij mijn jas als ik naar buiten ga. Maar dat komt eigenlijk voornamelijk omdat ik hem niet zo vind matchen met mijn jas. En ook als ik een vest, ik draag ook gewoon vaak een vest, meestal met trijsta. Ik heb nog echt van die lekker grote dikke sjaals die ik ook zelf gebreid en gehaakt heb. Maar die ik dan weer niet binnendraag en die wil ik dan ook graag een keertje aan. Dus het is eigenlijk mijn indoor sjaal. Maar goed, de Skimming Sjaal, patroon van Sophia Tails. En ik heb er twee, maar sinds deze af is draag ik de andere eigenlijk nauwelijks. Hang daar, maar dan laten we hem nu lekker hangen. Ja, absoluut een aanrader. In de show notes hieronder zal ik een linkje doen naar mijn Revelry pagina. Over alles waar ik over vertel. Dan kun je alle informatie vinden mocht je daarin geïnteresseerd zijn. Daaronder draag ik mijn Avena. Mijn Avena cardigan. Het is origineel een trui, een sweater pattern van Jennifer Steingass. Ik ging die alvast voor je opzoeken voor in mijn show notes het linkje. En toen ontdekte ik dat ik hier drie Revelry pagina's over heb. Eentje over het breien zelf. Ik heb hem namelijk eerst als trui gebreid. Ik kwam laatst een foto tegen en toen dacht ik, waarom heb ik hem eigenlijk gestiekt? Hij was hartstikke mooi. Maar het kleurwerk was een beetje, misschien had ik het één naaldje groter moeten breien, dat hij iets soepeler viel. Het was een beetje stug. Ja, zo voelt het niet echt, maar en mijn probleem met truien werd daardoor benadrukt. Maar goed, ik heb hem gestiekt en daar heb ik ook twee keer een Revelry pagina over aangemaakt. Ik weet eigenlijk niet precies waarom, maar daarin beschrijf ik wel, volgens mij wel in het Engels, vrij gedetailleerd hoe ik dat heb gedaan. Dus mocht je daarin geïnteresseerd zijn, de linkjes vind je hieronder. Ik ben heel blij met het vest. Vorige week droeg ik de trui van mijn dochter, de Arctic Light sweater. En toen dacht ik, ja, ik moet eigenlijk lichte kleuren. Dit is het enige lichte item wat ik heb gebreid ooit. En ik heb nog wel wat meer lichte wol klaar liggen. En ik voel me wel lekker in licht of zo. Nog lekkerder in donker. Ik voel me heel, heel rein. Nee, dat is niet het juiste woord. Heel licht voel ik me in licht. Ja, dat is goed voor je energie, denk ik. Maar donker vind ik ook fijn voor mijn energie. Dus dat. Het enige nadeel vind ik dat de hals wel erg wijd is. Ik had die voor een trui wijder gemaakt. Nou, daar heb ik dus mee gespeeld. En dat is niet gelukt. En elke keer als ik hem aan heb, twijfel ik weer. Zal ik nog een boordje erop breien? Maar ja. Het is nog steeds niet gebeurd. Maar wie weet. Ik ben wel heel blij met het vest. Daaronder draag ik mijn Hinterland jurk. Daar ben ik ook heel erg blij mee.
heb heel veel zin om met een volgende aan de slag te gaan. Het moment is nog niet daar, maar dat ga ik zeker doen. Wat ik wel heb gemerkt, ik heb deze stof gekocht en die was vrij goedkoop. Ik heb hem met name uitgezocht voor het patroon, voor het printje. Maar ik merk, genaaide stof kan ook pillen. En ik merk wel, wat stof betreft in deze, goedkoop was wel duurkoop. En het is oké, want voor mij was het fijn om met een niet al te grote investering nog een keer te experimenteren met mijn jurk. Maar ik ga het niet nog een keer doen, zulke goedkope stof kopen. Omdat het toch minder mooi is. Maar van een afstandje zie je dat niet. En ik ben nog steeds heel blij met de jurk, want ik ben er heel blij van. Ik vind hem heel erg mooi, maar hij doet me ook heel erg herinneren aan, als je maar graag genoeg wil, kan je alles. Zelfs een jurk naaien. Ja, goed. Mijn work in progress episode, work in progress filmpje. Ik was het eigenlijk niet van plan. Meestal is het wel zo dat ik gedurende een week aan allerlei verschillende werkjes werk. Maar dan heeft er altijd wel eentje die de meeste aandacht krijgt. En dan heb ik op mijn filmpje op maandag heb ik of iets nieuws wat ik heb opgezet of iets wat af is. Waar ik dan met name over vertel. Maar afgelopen week heb ik echt heel erg aan al mijn werkjes gewerkt. Dus dat betekent dat ze allemaal een klein beetje gegroeid zijn. En toen dacht ik, ja, over welk werkje wil ik nou eigenlijk vertellen? En toen dacht ik, weet je wat, het is eigenlijk wel eens leuk om al mijn werkjes op een rijtje te zetten. En toen heb ik heb hier mijn notities naast me staan. Ik heb mijn Revelry-pagina even gecheckt. Ik vind mijn Revelry-pagina heel fijn om ook overzicht te houden op al die projecten. Je kunt heel makkelijk filters aanklikken en dan sorteert hij ze op hoe jij maar wilt. En mijn work in progress werkjes staan altijd vooraan. En ik blijk 11 werkjes op mijn naalden te hebben. En ik heb eventjes gekeken daarna, vond ik leuk. Ik kan dat niet uit mijn hoofd vertellen hoor. Maar 8 breiwerken, 3 haakwerken, 3 dekens, 2 paar sokken, 3 truien, 1 vest, 1 spencer en een muts. En daar kon ik ook nog over vertellen dat van die 11 werkjes, 6 werkjes voor mezelf zijn. Dat is meer dan de helft, dus dat is fijn. Alleen voor mijzelf, die 6 werkjes. 1 werkje is voor mijn nichtje, voor mijn kleine nichtje. 3 werkjes zijn voor ons gezin. Dus ook voor mij, maar voor ons gezin. Dat zijn de dekens. En eentje is voor in mijn cadeautjesbak. Vond ik fijn, vond ik leuk. Dacht ik ben een selfish knitter, dus dan moet ik ook wel zorgen dat ik de meeste projecten voor mezelf op mijn naalden heb staan. Ik kan me voorstellen dat dat wel een beetje gaat veranderen, maar daarover later meer. Niet vandaag. Toen heb ik nog gekeken naar garendikte. 5 van mijn projecten zijn gebreid, worden gebreid of gehaakt met fingering weight garen. Dat is dus een dun garen, sokkenwoldikte. Niet allemaal sokken zijn het hoor. Ik heb 1 project met een sportweight garen. Dat is op naalden 3 ongeveer. Alhoewel, ik brei het denk ik op naald 2,5. Maar goed, ik ben een relaxte breister. Hè? Ik ben een hele ontspannen breister. Dus mijn steekjes zijn vaak wat losser. Ik heb 4 DK weight projecten. Dus ongeveer op naalden 4. En sommige daarvan zijn met fingering weight dubbel. Maar DK dikte. En 1 worsted weight project. Ja. Ik heb dit eigenlijk nog nooit gedaan om het zo op een rijtje te zetten. Het voelde wel eventjes lekker om de balans op te maken of zo. Was leuk. Ja. De balans die ik ook op kan maken is dat ik echt meer dan genoeg leuke project bags bezit. Ik heb ze hier achter staan. Dit zijn ze nog niet eens allemaal. Ik heb nog meer leuke project bags. Mijn meeste werkjes bewaar ik in een project bag. Die niet. En daarom hangt die daar. Die ligt in een mandje. En dat staat op een tafeltje naast de bank beneden. En deze ook niet. Die staat ook in een mand op de vensterbank achter. En deze ook niet. Dus soms doe ik het ook in bakjes. Dat heeft dan met name te maken. Dat zijn eigenlijk werkjes die ik niet zozeer ergens mee naartoe neem.
En ik vind het ook wel knus staan in de woonkamer. Mandjes gevuld met wol en breiwerkjes of haakwerkjes. Dat is wel echt leuk. En de rest bewaar ik in een kastje ook in de woonkamer. Breiwerkjes in mooie tasjes is ook leuk. goed. Ja, nou laat ik maar beginnen. Ik ga beginnen met die. In willekeurige volgorde. Alles door elkaar ook. Want ga ik daar iets handigs? Of ga ik... Nou, misschien kan ik eigenlijk wel... Ja, ik ga een volgorde aanhouden. Ik ga ze categoriseren. Heel georganiseerd ben ik vandaag. Zo voel ik me ook. Ik heb ook alles op orde vandaag. Het gaat heel lekker. Mijn huishouden was ook oké. We hebben de bank verzet beneden. Althans, dat heb ik gedaan. Met een beetje hulp van mijn man. Iedereen protesteert altijd. We hebben een hoekbank. Vroeger wilde ik ook altijd al mijn kamer altijd veranderen, zeg maar. Dat deed ik dan. Mijn bed aan de andere kant. Ik weet niet. Ik hield daarvan. Ik vond dat leuk. En ik wil dat hier in huis ook heel graag. Maar de mogelijkheden zijn beperkt. We hebben een kleine woonkamer. En ja, er kan niet zoveel. Maar de hoekbank kan wel andersom. En de ene manier is heel logisch. En de andere manier iets minder logisch. Maar wel, het kan wel, vind ik. Niet iedereen is er mee eens hier in huis. En al weken voel ik dat. Maar ik weet dat de rest het niet zo leuk vindt. Met name de kinderen. Maar gisteren dacht ik, ga het toch doen. En dan krijg je zo lekker frisse energie. Ik vind dat zo lekker als de bank anders staat. Als je iets hebt veranderd. Heel erg fijn. Ja, over een tijdje gaat hij ook weer terug. Maar het is gewoon leuk om af en toe iets te veranderen. Ik zei tegen mijn man, moet af en toe iets veranderen. Moet ik jou dan af en toe ook omruilen? Maar toen realiseerde ik me dat ik niet zozeer een andere bank wil. Maar dat ik wil dat de bank anders staat. Dus toen ging ik kijken hoe ik... Maar ik ben eigenlijk heel tevreden met mijn man. Dus dat hoeft niet. Ja, inderdaad. Dat is, ik hou van veranderingen, maar niet als het om hem gaat. Hij is precies goed. Dus dat vond hij ook wel fijn om te horen. Oké. Maar we gaan naar de work in projects. Ik ben alweer afgeleid. De dekens. Ik ga beginnen met het enige werkje waar ik afgelopen week niet aan heb gewerkt. Die zit in een tas. Die heb ik gekregen van Claudia van Okari Concepts. Tijdens een van mijn handwerkgelukdagen, alweer 1,5-2 jaar geleden. Dit is echt de tas voor mijn Northeasterly. Dus dat vind ik heel leuk. Hij is lekker groot en daar past hij in. Kan hij ook nog even in groeien. Alleen groeit hij op dit moment niet zo heel erg hard. Omdat ik niet zoveel... Nou ja, ik heb dus eigenlijk 5 fingering weight projects. Dus er kan wel weer wat bij. Ik wil eventjes... Oh ja... Normaal gesproken voeg ik vaak fotootjes in van het originele patroon. Dat vind ik zelf altijd heel erg fijn als ik een filmpje kijk als iemand dat doet. Zodat ik kan zien hoe het is. Maar vandaag heb ik daar geen tijd voor. Althans, ik heb wel tijd. Maar de laptop waarop ik mijn filmpjes altijd edit, is gereserveerd door een van mijn andere gezinsleden. Dus ik heb maar hele beperkte tijd om er een mooi filmpje van te maken en het te uploaden. Dus dat doe ik vandaag even niet. Maar ik heb wel linkjes naar alle patronen, allemaal op Revelry, hieronder in de show notes staan. Dus als je benieuwd bent hoe het originele patroon eruit ziet, dan kun je daar even op klikken. Maar mijn Northeasterly Blanket, oh heerlijk werkje. Ik heb laatst een dekentjesfilmpje gemaakt, toen heb je hem ook al een keer gezien. Er is niks meer aan gebeurd sindsdien, want ik brei hier steeds een restje bij. Als ik met fingering weight garen iets heb gemaakt. Dan moet hij weer even wachten. Het laatste waren de kerstsokken. Maar goed, er komen weer nieuwe dingetjes aan. Deze groeit langzaam. Dit is ook het enige project. Zeker sinds ik laatst mijn Oldie Coziest Memory Blanket in een kussen heb omgetoverd. Is dit mijn enige langlopende project. En dat vind ik heel erg fijn. En daar ben ik heel erg blij mee. Mijn tweede deken, dat is een gehaakte deken, die leeft in mijn haakmandje. Dat heb ik al jaren, dit mandje. En ik hou ervan om mijn werkjes in mandjes te bewaren ook. Vind ik ook heel gezellig staan en heel fijn werken. Dit is mijn Granny Stripes blanket. En ik heb daarvoor het patroon van Lucy van Attic24 gebruikt. Er zit nog een bolletje aan. Mijn doel van deze deken was mijn lelijke restje sokkenwol wegwerken. Ik blijf het altijd zo ontzettend indrukwekkend vinden dat als je heel veel lelijke dingen bij elkaar doet, het toch leuk wordt. Dus dat is altijd een geruststelling, vind je niet? Ja, dus ik werk hier heerlijk aan. Ik probeer
twee toeren per dag. Ik haak twee toeren per kleur. Ik probeer er ongeveer twee per dag te doen. En daar dan iets moois van te maken. Ik dacht een fijne bestemming gevonden te hebben voor deze deken. Onze zoon gaat volgend jaar zeer waarschijnlijk op kamers. En toen zei ik, zal ik dan deze deken voor jou maken? Dat je lekker een deken mee kan nemen. En hij ligt heel graag, net als iedereen hier in huis, onder mijn dekentjes. En toen zei hij, zo eentje net als je ooit van papa hebt gemaakt. Zei, ja, zoiets. Hij zei, oh, dat is misschien wel lekker. Hij zegt, mag ik het eens zien? Zag hij de deken. Toen zei hij, mam, als ik dan zo'n studentenkamer heb en dit ligt op mijn bed. Dat is wel heftig hoor, die kleuren. Toen dacht ik, oh ja, dat is misschien ook wel waar. Ik zei, wil je er dan eentje in wat rustigere kleuren? Ja, dat zou hij best willen. Toen dacht ik, dat zou ik ook best willen maken. Dus ja, dat komt. Ik weet niet op korte termijn hoor. Ik ben aan het vasten. Maar in mijn hoofd was ik al allemaal bolletjes sokkenwol in mooie bruin en zwart en groen tinten aan het verzamelen voor een mooie deken op zijn kamer. Hij heeft er eentje hier op zijn eigen kamer, maar die is eigenlijk net een beetje, nou ja, niet klein. Nee, het is niet klein, maar hij moet er ook een hier thuis houden. Dus ja, leuk. Oké, de derde deken, die leeft ook in het mandje. Dit is mijn praagdeken. En dit mandje staat op de vensterbank achter onze keukentafel. Want elke ochtend werk ik daaraan. Dat is ook het enige wat voor mij op de vensterbank mag staan. Ik hou niet van rommel op de vensterbank. Maar het is geen rommel natuurlijk. Het mandje is wel een beetje een rommeltje. Elke keer als ik een kleurtje heb gebruikt, dan gaat die in het mandje. En ik heb een heel systeem daarvoor, maar dat... Daar ga ik je nu niet mee belasten. Het lijkt me trouwens leuk om ook van deze deken in mijn Northeasterly straks een stukje te breien. Dus met al die kleurtjes, ik meen dat er 24 waren of 23. Allemaal een heel klein streepje in mijn Northeasterly. Want dit is allemaal fingering weight yarn. Ja. Dit is... even denken hoor. Filcolana Arvetta. Of Arvetta. Santne Sunday. En Tin Per Gint. Ook van Sandnes. En de Per Gint, daar heb ik het vest voor mijn man in gebreid. Dat is een DK weight Noorse wol. Die vond ik heel fijn. Maar die heb je dus ook in de fingering weight. En ik vind het de fijnste van alle drie. Ik vind het zo lekker voelen. Echt, ik had het nog nooit gezien. Maar ik kan me heel goed voorstellen dat als ik ooit fingering weight garen moet kopen voor een project, dat ik over deze ga denken. Ja. Maar dit is een heerlijk werkje. Afgelopen november waren wij in Praag. En ik was jarig daar. En er was een wolwinkel. En mijn ouders waren er ook. En, ik kreeg al die bolletjes cadeau voor mijn verjaardag. Van mijn ouders en mijn zusje en haar man. En ik wilde heel graag een herinneringsdeken maken. Omdat ik zo ontzettend gecharmeerd was van de prachtige kleuren van alle huisjes en grote gebouwen in Praag en in de dorpjes eromheen. En ja, dit is dus mijn deken. Hij is geïnspireerd op de Fireside Blanket van wederom van Lucy van Attic 24. Alleen ik heb gewoon simpele vierkantjes gebruikt. Volgens mij heeft zij met een rondje in het midden. Ja, ook op mijn Ravelry pagina kun je precies zien hoe ik die vierkantjes, hoe ik de kleuren verdeel. En ja, heerlijk werkje. Het gaat heel langzaam. Een deken met fingering weight garen. Haaknaald 3 mm. Ja, dat vraagt natuurlijk wel wat tijd. Maar het heeft ook geen haast. En het is echt mijn heerlijk handwerk, half uurtjes werkje voor in de ochtend. En daar geniet ik heel erg van. Oké, dat waren de dekens. Dan gaan we naar de sokken. Ik heb hier naast me in een bakje, in een houten bakje, een paar restjes sokken staan. Hier zitten ook restjes in. Deze zijn voor mijn cadeautjesmand. En dit zijn DK weight restjes sokken. Ik hou steeds 2 draadjes sokkenwol dubbel. Deze is af. Zoals je ziet heb ik alleen maar een soktube gebreid en geen hiel eraan. Dat is heel bewust, want ik weet nog niet precies voor wie die gaat worden. Ik heb al vaker verteld de afgelopen weken dat ik droom van een cadeautjesmand die ik dan in december open kan maken. En dat daar een overvloed ligt aan sokken, mutsen, handwarmers. En die ik dan aan al mijn lieve mensen om mij heen die ik iets handgemaakts wil geven uit kan delen.
Meestal is het namelijk andersom. Dan is het december en dan denk ik... Oh, sorry. Dat was iets te enthousiast of iets te dramatisch. Dat schiet in mijn verkeerde keel gehad. Dan denk ik, oh, ik wil zo graag die sokken geven en die. Maar dan is de tijd er niet. Want dan wil ik ook altijd iets kerstigs voor mezelf breien. En dan lukt het niet. En vooralsnog gaat het goed. Maar ik weet dus niet voor wie ze gaan zijn. Voor een van mijn dochters, vermoed ik. Ik ga de bolletjes waar ik de hielen en of de tenen en de boorden mee heb gebreid, ga ik erbij leggen. En als het dan, hun voeten groeien niet meer, maar als het dan kerst is, of in ieder geval december, dan hoef ik alleen nog maar een achteraf hiel te breien. En dan kan ik dan bepalen wat ik aan wie wil geven. En ja, dus dat ga ik met al mijn sokken doen. Ik heb inmiddels al een aardig voorraadje. En ik ben bezig met de tweede sok. Ja, heerlijk. Ik vind het heerlijk. Ik heb ook nooit second sock syndrome. Eigenlijk juist niet, want ik vind je vaak bij de tweede sok. Dan weet ik precies wat ik moet doen en waar ik naartoe kan werken. Ik heb 30 streepjes van 5 toeren. Dat maakt dat het flinke, lekkere... Een flink been gaat de sok waarschijnlijk hebben. Nou ja, en ook op mijn Revelry pagina kun je precies zien hoeveel steek ik opzet en hoe ik dat doe. Van teen naar been brei ik. En ja, heerlijk werkje. En dit staat dus in een bakje... ik heb verschillende restjes overal in bakjes en kistjes en mandjes. En dit zit helemaal niet vast. En dit staat ook altijd ergens in de woonkamer. Zodat ik het heel makkelijk op kan pakken en eventjes een rondje kan breien. Ik hou van dat soort werkjes. Dat is gewoon lekker. En ik merk ook, zeg maar, de afgelopen weken... ben ik weinig alleen thuis geweest, doordat het vakantie was en kinderen ziek en dat allemaal. En gewoon weekend. En ik vind het fijner om iets makkelijkere werkjes te hebben tussendoor als ik met andere mensen ben, zeg maar. Of die ik makkelijk op kan pakken en weg kan leggen. En daar zijn dit soort werkjes ideaal voor. Ja. Oké, mijn andere sok. Dat is denk ik het enige werkje wat ik nog nooit heb laten zien. In een filmpje. Het zit ook in een fantastische project bag die ik heb gekregen van Rachel. Van Rachelle Bell. Ze is nieuwe tasjes aan het naaien. Je kunt op haar Instagram kijken. En fantastisch. Ja. Ik was, ook toen we naar Praag gingen. Ja, even kijken, want ik heb de goede en de foute sokken erin zitten. Ik heb in 2022 voor mijn verjaardag van mijn kinderen een hele mooie streng chocoladebruine sokkenwol gekregen van Atelier Sopra. Merino sokkenwol, handgeverfd. Maar ik was daar nog nooit aan toegekomen en ik wilde daar graag sokken van breien voor mezelf. Maar ja, het was nog niet gebeurd. En toen we naar Praag gingen, dacht ik, ik moest een lang auto rijden. Ik dacht, ja, ik ga ze... En ik was bijna weerjarig. In november dus. Ik dacht, ik ga sokken opzetten en dan ga ik voor mezelf fijne sokken breien. Dat is een ideaal werkje om in je tas te hebben voor in de auto of gewoon voor onderweg. En ik had voor mijn oudste dochter had ik sokken gebreid. Geïnspireerd was ik door de Drow Socks. Ik hoop dat ik het goed zeg. Uit het boek, sokkenbreiboek van Laine. 52 Weeks of Socks, volume 2, wat ik gekregen heb van Alexandra van Rebel with a Twist. En daar stonden sokken in met een brioche patroon. En ik had de sokken van mijn dochter had ik niet, ik had de averechte steken niet brioche gedaan. Alleen de rechte steken. En dat creëerde zo'n lekker stofje. En voor haar had ik ze met dikke sokkenwol gemaakt. En het was echt heel erg... Fijn en leuk en lekker. Ik dacht, dat zou ik zelf ook wel willen. Dus ik was voor mezelf begonnen. En inderdaad, ik moet even aan deze kant. Anders dan sta ik in het licht. Heel mooi. En fijn. Stofje. Maar waar ik me in vergist had. Ik brei van mijn voet eigenlijk altijd 60 toeren. Denk ik, 10, 20, 30... Oh ja, nee, ik heb hier iets met steekmarkeerders. Oh, nou, altijd hetzelfde aantal toeren. En dat had ik nu ook gedaan. En toen heb ik de hiel gebreid. En toen ging ik verder breien. Maar er waren twee dingen. Het ene was dat dit steekje toch losser was. Dus mijn sokken waren iets te lang. Het andere was dat mijn hiel iets te los was gebreid heen en weer.
En ik brei mijn sokken altijd op naalden 2, 25 mm. Maar ik hoorde Elske regelmatig vertellen dat zij haar sokken altijd op 2 mm breidt. En elke keer dacht ik, ja, misschien zou ik dat ook moeten doen. Elske en ik breien allebei los. We hebben heel veel toen met de sokcardigan samen overlegd en samen naar onze steekverhouding gekeken. En die bleek best wel een beetje hetzelfde. Dus elke keer als ik haar hoorde zeggen sokken op 2 mm, dacht ik, oh ja, dat moet ik eigenlijk ook doen. En dat dacht ik dus bij deze ook. Van, oh, hij is eigenlijk iets te lang, mijn hiel is iets te slordig. Ik zou op 2 mm moeten breien. En toen bleef hij stil liggen en toen is er heel lang niks gebeurd. Ik had mijn streng sokkenbol al in 2 bolletjes verdeeld. Dus mijn plan was om de tweede sok op te zetten met naalden 2 mm en dan te kijken wat ik daarvan vond voordat ik deze uit zou halen. Nooit je oude schoenen weggooien voordat je nieuwe hebt. Dus uithalen kon dan altijd nog en dan kon ik goed vergelijken. Sowieso is het niet zo'n fijn steekje om een stukje uit te halen en dan opnieuw op te pakken met die brioche steek. Maar ja, ik realiseerde me ook meer en meer dat eigenlijk, ik vind dit fantastisch, dit patroon, maar niet denk ik voor sokken voor in mijn schoenen. Ik zou graag een paar dikkere sokken willen, ook als een soort van huissokken. Misschien DK weight, net als wat ik voor mijn dochter had gedaan. Dat van die lekker grote, dikke slobber sokken. Ik slaap ook altijd met sokken in de winter. En dat je die dan gewoon lekker over je sokken gewoon aan hebt, in je sloffen of dat. En ik dacht, ja, het hoeft eigenlijk niet per se voor sokken in mijn schoenen. Dus daar bleef het een beetje op hangen. Ik wist het niet zo goed. Toen zat ik een tijdje geleden, was ik op de website van Petit Knit aan het kijken. Ik was eigenlijk een patroon voor mijn nichtje aan het zoeken. En toen kwam ik ook sokken tegen. Misschien heten ze de Mary Socks, maar ik weet het niet zeker. En dat was een witte sok, gebroken wit. Heel eenvoudig, in één recht, één averecht rib, helemaal. En dan ook een lang been, wat een beetje slobberde. En de eenvoud van de sok greep me. Vond ik heel erg mooi. Gewoon heel eenvoudig, heel mooi. En toen dacht ik, misschien wil ik dat wel van mijn chocoladebruine wolletje. Gewoon een hele fijne, één recht, één averecht. Alleen ik ben een hele ontspannen breister. Dus mijn één recht, één averecht is niet per se het allernetst. De overgang tussen een rechte en een averechte steek, ja, die maakt het een beetje losser. Dus dat deed me twijfelen. En ik had ineens een hernieuwde liefde voor de verdraaide ribsteek. Omdat ik die gebruikt had in de boorden van de Arctic Light Sweater. En ik kende de verdraaide ribsteek. En ik heb hem al een aantal keer gedaan. Maar het was niet. Het was geen liefde op het eerste gezicht. Ik vond het wel leuk en wel mooi. Maar niet meer dan dat. Maar toen ik dat aan het breien was, dacht ik, oh, dat is leuk. Oh, dat is mooi. Het was liefde op het tweede gezicht. Of misschien wel op het tiende. Ik weet niet hoe vaak ik het gebruikte. Maar toen dacht ik, weet je wat? In plaats van één recht, één averecht, ga ik de Twisted Rib gebruiken. Dus, nou, ik weet niet of dat, mijn hand ziet er ook een beetje gek uit zo. Dus, ja. Eén steek recht, maar dan verdraaid door de achterste lus breien dan. En de andere gewoon averecht. En dit dan in mijn maat. En dan uiteindelijk, meestal hou ik best wel wat over van een streng van 100 gram. Uiteindelijk met echt een lang been. Ik weet nog niet of ik dan een boord er aan de bovenkant aan ga breien. Of dat ik het gewoon zo laat. Dat was denk ik bij de sokken die ik bij Petit Knit zag. Maar dat weet ik niet zeker. Daar ga ik nog even over nadenken. Maar dat ik dus wel echt zo'n lang been heb wat lekker kan slobberen. En dat vind ik dan wel weer leuk voor in de zomer. Als ik geen beenwarmers draag. Ik hou van slobberende beenwarmers om mijn enkels. Maar niet als ik het warm heb. Maar als we gaan kamperen of zo. Of 's avonds als je sokken aan hebt. Vind ik het wel lekker als daar dan nog steeds iets slobberig zit. Dus misschien worden dit mijn zomerslobbersokken. Ja. Dit werkje gaat heel langzaam. Ik heb het vorige week vrijdag opgezet. Omdat we toen een autoritje hadden. En een feestje waarbij ik wel wat kon breien. En daar heb ik toen aardig wat aan gewerkt. En verder niet meer. Maar het heeft ook niet zo'n haast. Het is gewoon een rustig werkje. Maar wel een heel fijn werkje. Oké, dat waren de sokken.
Dan zijn we bij de truien. Ja. Even zien. Hier vooraan in de mooie project bag van Mieke, Quilting Mieke, zit mijn Ariana cardigan. En die heb ik vorige week nog laten zien in mijn filmpje. Dus ik zal het nu even heel kort houden, want ik heb er wel lekker aan zitten werken. Er was rugby op televisie. Ik ben... ik kijk graag rugby. Volledig beïnvloed door mijn kind. Maar ik vind het echt wel een hele heftige sport. Wel een harde sport, maar wel een hele mooie sport. En afgelopen zaterdag was rugby. En als ik dan een werkje heb, iets op televisie... Meestal kijk ik helemaal niet zoveel naar de televisie. Ik geef er niet zo heel erg veel om. Maar nu wilde ik wel graag veel kijken. En dan kies ik een haakwerkje. Dus ik heb lekker mijn vierkantjes zitten haken. Ik heb de halsboord uitgehaald. Want mijn central decrease stitch zat op de verkeerde kant. Nog niet opnieuw gedaan. Maar ik ben bezig geweest met de mouwen. Deze was al af. En hier hoef ik alleen nog maar de driehoekjes te doen. En het is nu ook wel iets meer een trui. Ik heb alle vierkantjes die ik heb ik nu vastgehaakt. Ik moet nog 8 vierkantjes haken. En de driehoekjes heb ik niet geteld. Maar en dan 6 miljoen draadjes wegwerken. Normaal hou ik dat altijd bij. Ik heb besloten dit keer een keer achteraf te doen. Het zou kunnen dat ik daar spijt van ga krijgen. Maar daar denken we gewoon niet over na. Want Sarah vindt draadjes wegwerken leuk. Ja. Dus dat is mijn Ariana card. Nee, mijn Ariana sweater. Dan de volgende trui die ik heb. Even nadenken hoor. Oh ja, ja, die is van mijn nichtje. Ook even heel kort. De Monday sweater van Petit Knit. Ik heb het een beetje opgefrommeld. Ik heb de eerste mouw heb ik afgebreid. Het voelt echt heerlijk. Het is langjaarsje wol. Heb ik gekregen van langjaars in de tijd dat ik daar werkte. Maar het is wol, sokkenwol met zijde. Het voelt echt heel lekker. Ik heb de rechtermouw heb ik afgebreid. En ook dit vind ik altijd weer zo lekker. Het klopte trouwens exact. Zeg maar. Mijn steekverhouding met het patroon was echt... dan moet je het aantal centimeters en zoveel steken minderen. En die kwam echt exact uit. Heerlijk. Ik heb de steekjes opgenomen voor de tweede mouw. De steekmarkeerders eraan gehangen. Voor het aantal minderingen. En dit is echt heerlijk. Ik vind het zo lekker. Dit hoef ik dus ook alleen maar. Ik weet precies uit mijn hoofd wat ik moet doen. Gaat gewoon lekker. Heeft ook geen haast. En hieronder staat het nog op de pen. En voor het lijf kan ik ook gewoon doorbreien. Maar ik wil eerst de mouwen doorbreien. Want ik wilde weten hoeveel ik daarvoor nodig heb. Nou, ik heb best wat over. Ik vertelde vorige week dat ik geen idee had hoeveel ik nou nodig had voor een mouw. Dit heb ik over van mijn ene bolletje. Dus ik zal ook wat overhouden van mijn tweede bolletje. En dan ga ik dat eerst opbreien voor het lijf. Als de mouwen klaar zijn. En dan ga ik kiezen welke kleur ik ga toevoegen. Heerlijk werkje. Heel fijn. Oké. Dan de volgende trui. Oh ja, dat is mijn laatste trui. Die zit ook in deze. Die heb ik al een tijdje niet gebruikt, deze project bag. Maar is natuurlijk ook heel vrolijk. Zeker op zo'n grijze dag. Ook gemaakt door Rachel. Van Rachel Lebel. Ook gekregen. Ik weet het, ik ben echt zo verwend. Ik heb volgens mij nog nooit echt een project bag zelf gekocht in mijn hele leven. Ja, ik weet het. Sorry, ik ben verwend. Dit is leuk. Ik heb deze denk ik ook nog niet laten zien hier in het filmpje. Dit is mijn restjesproject. Dit is, even een hangertje pakken. Dit is mijn scrappy cur sweater. Ik ben de afgelopen weken heel erg veel aan het nagedacht geweest. Ik ben nagedacht geweest? Nee. Ik heb nagedacht over mijn garenvoorraad en wat bezit ik en wat wil ik. En ik bezit heel veel restjes sokkenwol. En ik wilde graag koesteren wat ik heb. En ik besloot... En daarnaast is een van mijn grootste voornemens voor dit jaar meer mijn Sarah sausje... schenken over dat wat ik maak. Ik vind het heel leuk om patronen te volgen.
Maar ik vind het ook heel leuk om zelf dingen te veranderen of aan te passen of te combineren. En dat heb ik vorig jaar veel te weinig gedaan. Dus daar wilde ik graag bewust bij stilstaan. En dit is mijn eerste werkje daarmee. De Curse Sweater is het patroon van Rebecca Clough. Ik heb de zwarte trui met het witte kleurwerk onderin. En ik vind dat een heel fijn patroon en een fijn model om te dragen. Ik heb een aanpassing gedaan in de halslijn, ook al bij die. Die was heel erg makkelijk om te doen. En daarover vertel ik dus uitgebreid in mijn handwerkgeluk filmpjes. Als je wil weten hoe ik dat doe, ben je daar van harte welkom om daar lid van te worden. Maar het kost wel geld, dus dit is eigenlijk een soort reclame voor mezelf. Wat zo leuk daar. Maar dit is dus de restjestrui. En ik ben heel blij. Ik ga er nu niet gedetailleerd verder over vertellen. Dat doe ik wel een keer als die af is. Maar ik hou dus twee draadjes sokken wel dubbel. En zoals je ziet ben ik net aanbeland bij het in het rond breien. En wat ik nu eerst ga doen is de neklijn. De rib voor de neklijn breien en de mouwen breien. En ja, heerlijke trui. Heerlijk project ook. Echt heel verslavend om op die manier je restjes op te breien. En net als bij de deken. Ja, ik zou niet zeggen dat dit zozeer mijn lelijke restjes zijn. Maar ik blijf het zo bijzonder vinden dat al die afzonderlijke dingetjes samen dan toch een soort geheel kunnen vormen. Ja, vind ik heel inspirerend. En ik vind het ook echt heel lekker. Ik ben dus heel veel van dit soort kleine bolletjes ben ik aan het wegbreien. Dus ik ben bolletjes aan het wegbreien. Niet stukjes ergens van, maar echt dat ze weg zijn. En dat ze op zijn. En soms vind ik dat heel fijn. En soms denk ik, oh, dat vind ik echt heel jammer. Maar ja, het is wel bijzonder. Dus heerlijk mee bezig. De Curse Sweater. En nogmaals, als je eenmaal af is, ga ik je daar alles over vertellen. Denk ik. hoe heet het? Maar voorlopig duurt dat nog even. Wat zit hierin? Oh ja, wacht even. Daar ben ik nog niet, denk ik. Ik heb mijn aantekeningen tegenwoordig op mijn iPad staan. Ik had een schriftje waarin ik dat bijhield. Maar het was wel een beetje dubbel werk. Want nu kan ik mijn aantekeningen direct gebruiken voor mijn show notes. Alleen de laptop waarop ik dat normaal gesproken doe, is tegenwoordig ook vaak nodig voor andere doeleinden, door met name kinderen. Dus ik heb onze bejaarde iPad, blijkt dit ook nog aan te kunnen. Maar hij valt alleen snel in slaap, want ja, het is een opaatje, dus die moeten we af en toe wakker houden. Even kijken, wat drie truien? Oh ja, één vest. De Ultra Cardigan, Worsted Weight, de Ultra Worsted Cardigan van Skein de Knit. Hier hangt hij. Heb ik daar nou in het begin al over verteld? Nee, daar wilde ik mee beginnen, hè? Ik zal hem even van dichtbij laten zien. Een tijdje geleden vertelde ik je dat ik eigenlijk, ik weet het goed kan zien. Eigenlijk had ik wit als contrastkleur. Maar ik heb er toen voor gekozen om zwart te doen. En ik ben heel erg blij met die keuze. Het valt veel minder op. Het is natuurlijk veel lager contrast. Maar ik vind het echt heel erg mooi. Ik brei met Delana Rustica. Ik hoop dat ik het goed zeg. Deze wol heb ik gekregen van Antonita. Van Wol uit het Zuiden. Het is een rustieke merino wol. En het is echt... er zitten heel veel strootjes nog in. Ik weet niet zo goed of je dat kan zien. Daar moet je wel van houden. En ik hou daarvan. Ik vind dat heerlijk. Maar je moet er wel van houden. Ik ben ook heel benieuwd. Ik heb een proeflapje heb ik geblokt. En dan verandert die wol nog helemaal. Dus ik ben heel benieuwd hoe dit er uiteindelijk uit gaat zien als ik het ga blokken. Ik heb het patroon overigens aangepast. Ik ga een rits erin maken en ik heb een hoge kraag. En ik heb hem al een aantal keer gepast en het voelt echt fantastisch. Normaal gesproken brei ik eigenlijk eerst de mouwen voordat ik verder ga met het lijf. Maar dit zijn best wel flinke bollen van 100 gram. En ja, dan moest ik het afbreken. Nou, ik was eigenlijk gewoon wel lekker bezig. Dus dit keer ben ik verder gegaan met het lijf. Ik moet nog een kleine herhaling van de chart. En
Ja, dan moet ik even kijken hoe lang ik hem precies wil. En ook hoe aansluitend die zit, hoe ik het uiteindelijk hebben wil. Dit werkje pak ik er af en toe bij. Het was namelijk zo, ik ben dus aan het vasten tussen carnaval en Pasen. En ik mag niks nieuws kopen van mezelf. Die afspraak heb ik. En toen realiseerde ik me ineens dat ik dus ook geen rits mag kopen. Voor in mijn vest. Want ja, niks nieuws kopen. Echt even niks kopen. En ik heb het vest ook niet per se nodig. In die zin, hè, de lente komt eraan. Ik wil het heel graag aan. Ik kan het zeker ook in het voorjaar en misschien ook op koude zomerdagen dragen. Maar mijn gevoel bij dit vest veranderde. Normaal gesproken wil ik het graag af hebben iets. En dan werk ik lekker door. Maar omdat ik nu wist van ja, pas vanaf 1 april mag ik het bestellen, zeg maar, de rits. Dus tot die tijd mag het rustig werkje zijn. Veranderde dat. En dat was eigenlijk wel heel aangenaam. Heel lekker. Af en toe brei ik er een paar toeren aan. Het is heel makkelijk kleurwerk. Heel eenvoudig. Ook veel streepjes ertussen. Veel toeren met één kleur. En het is gewoon heerlijk om te hebben liggen. En er af en toe even bij te pakken. Ja, dus En dan hoop ik op 1 april dat ik ook echt wel klaar ben ermee. Zodat ik dan ook snel de rits erin kan gaan doen. En hem dan nog wel kan dragen als jas als het wat koeler is. Maar heerlijk werkje. Ja, heel fijn. Ook absoluut een aanrader tot nu toe. Zowel de wol als het patroon. Dan heb ik... dit is denk ik mijn nieuwste, wederom een mooie project bag van Rachel. Die is goed vertegenwoordigd vandaag. Dit is mijn testknit, de Lauder Vest. Ik hoop dat ik het goed zeg. Lauder Vest van Rebecca Klo, wederom, van de Crea Bea podcast. Zij heeft een patroon ontworpen. Met all over kabels. En wat ik zo leuk vind aan haar patroon is al die verschillende opties die ze biedt. En dit patroon, wat dus nog niet verkrijgbaar is, maar wat nu op dit moment getest wordt, bestaat uit... je kunt met dat patroon een trui maken met een hoge ronde hals of een trui met een V-hals. Je kunt een vest maken met een hoge ronde hals of met een V-hals. Of je kunt een spencer maken met een hoge ronde hals of een V-hals. Je kunt zelfs nog een mouwloos vest maken met een ronde hoge hals of een V-hals. Dus één patroon en dan al die opties. Dat vind ik echt heel erg leuk. Nou, ik ben vorige week begonnen. Dit is de achterkant. Dit is het rugband. Ik hou van deze constructie. Ik heb daar heerlijk aan gebreid. Ik vind het echt heel leuk. Het zijn kabels, dus ze zijn nog een beetje... Het moet nog een beetje uitgerekt worden. Ik vind de kleur heel mooi waar ik mee werk. Ik werk met Ulrika Natuur van Svarta Ferret in de kleur 006. En dat is de kleur Chestnut. En ik heb dit gekocht bij Etna. En het is echt een beetje zo'n heathered kleurtje. Heel mooi. Het garen doet me dus een beetje denken aan Peer Gynt. Vilcolana is iets zachter. Peruvian Highland wel. Nee, meer de Peer Gynt, denk ik. Ja, het is DK Weight. Een DK Weight wolletje. En echt heel erg mooi. Heel leuk. Maar goed, ik heb dit stukje van het achterpand af. En het volgende stapje is dat ik steekjes op ga nemen voor de voorkant. Eerst de ene kant, dan de andere kant. En daar moet ik dus weer bij opletten. Want ik moet gaan meerdere, zodat je die V-hals krijgt. En... ik heb dat even bewaard, omdat het dus weekend was op het moment dat ik daar aan beland was. En natuurlijk in het weekend zit ik ook wel eens rustig boven te breien. Maar ik heb afgelopen weekend vooral werkjes gedaan waar ik niet zoveel bij na hoefde te denken. En hier ga ik morgen lekker mee verder. Ik denk dat ik morgen weer alleen thuis ben. Iedereen is weer fris en fruitig, denk ik, morgen. En weer naar school en werk. En dan ga ik heerlijk op de bank zitten met dit werkje. En bij deze kabels. De kabels zijn niet moeilijk. Ik brei ze ook zonder kabelnaald. Maar ik moet nog wel even heel goed bijhouden waar ik gebleven ben. Dus ik wil elke keer iets opschrijven. En het is geen moeilijk werkje. Maar wel een opletwerkje. Een beetje vergelijkbaar met de Arctic Light. Alhoewel daar nog veel meer in gebeurde. Hier zijn de twee dezelfde kabels.
die zich steeds herhalen. Maar wel echt, echt heel erg leuk. Dus ik heb heel veel zin om daar morgen mee aan de slag te gaan. En een Spencer van Mauloos Vestje is natuurlijk echt perfect voor deze tijd van het jaar die eraan gaat komen. Als het iets minder koud is om dat te dragen. Dus ja, heel erg leuk. Nou, en dan de laatste. Die zit in dit leuke tasje. Die heb ik gekregen van Ingrid van Leuk Gemaakt. Die ook de meest prachtige project bags maakt. En hierin zit ook een praagwolletje. Dit is een heel mooi... Even kijken hoor. Oh, het kaartje zit in mijn handwerkboek. Het is van Malabrigo. Zeg dat goed, toch? En het is heel leuk, want... ja, ik ga even de kleuren laten zien. Toen wij dus in Praag waren, ons appartement was op loopafstand van een hele leuke wolwinkel, de Yarn Queen. En ik was daar al een keer gaan kijken. En toen had ik die prachtige strengen van Malabrigo zien hangen in allerlei kleuren. Maar ja, niet gekocht. Ik had besloten dat ik voor iets anders ging. Maar we waren daar dus met andere mensen en met familie. Mijn zoon had een rugbytoernooi daar en een aantal rugbymaatjes en hun ouders waren er ook. Vanuit de plaats waar wij wonen, ze kwamen natuurlijk overal uit het land. En nou, we trokken heel erg veel met elkaar op. Het was een fantastische week en op mijn verjaardag kreeg ik van hen deze streng. Zij waren speciaal ook naar de wolwinkel gegaan van mij en hadden die prachtige streng gekocht. En dat vond ik echt heel erg leuk. Ik werd echt heel blij ervan. Vaak denken mensen dat ik al zoveel wol heb. De mensen om mij heen, hè, vrienden en familie. Dat ik al zoveel wol heb dat ze niet nog meer wol hoeven te geven. Ik kan me daar ook wel iets bij voorstellen waarom ze dat denken. Maar desalniettemin word ik wel heel blij hiervan. Want ik had dit dus niet zelf gekocht. Maar ik vind het echt heel leuk. Ik ben er een muts van aan het breien. Ik dacht dat het een DK weight wolletje was, maar het zit een beetje tussen DK weight en sport weight in. Ik ben gaan breien met naald 2,5 mm, omdat ik dus losjes brei. En dit is overigens de Classic Ripped Head bij Pearl Soho. Ik heb er al een paar gemaakt. En ik dacht dat ik deze maar eens voor mezelf ging maken. Ik draag dus nooit een muts. Maar toen ik dus de afgelopen paar keer een muts heb gebreid en hem af en toe opdeed, vond ik het toch wel heel lekker voelen op mijn hoofd. En toen dacht ik, ja... Het is toch ook wel fijn als ik gewoon een muts heb liggen voor als het echt koud is. Of nou ja, dat dus. En ik vind het gewoon echt heel erg leuk met dit wolletje. Omdat ik hele fijne herinneringen heb aan die week. Ik heb deze dus één maatje groter gekozen dan ik normaal doe. Nou ja, goed, dat kun je allemaal in mijn Reverie pagina zetten, zien. Maar heerlijk wolletje. En deze groeit heel langzaam. Want ik heb helemaal geen muts per se nodig. Ook niet snel. Maar deze zit in mijn project bag, in mijn rugzak. Dit werkje heb ik altijd bij me. Dus er zit altijd een breiwerkje in mijn rugzak. En dat kan ik er altijd bij pakken. En ik ben wel bijna op het moment dat ik moet gaan meten voor de minderingen. En dan ga ik het vervangen voor een ander werkje. Want dan is hij zo klaar. Maar ik moet nog wel eventjes. Ik heb overigens wel getwijfeld over dit wolletje. Ik had ook twee witte strenge sportweetgaren gekocht. Echt Tsjechische wol daar. Ik heb nog gedacht, zal ik het combineren? Zodat, ja, in een sjaal of zo. Maar ik wist het eigenlijk niet zo goed. Het was te weinig voor een trui. En een sjaal, ik weet ook weer niet of ik dat nou per se in deze kleuren heel erg leuk vind. Ik heb ook nog getwijfeld over een colletje. Maar uiteindelijk denk ik dat een muts echt gewoon een prima idee is. Dus ja, deze groeit lekker, rustig aan. En ja, onderweg werk je. Heel fijn. Oké, dit waren al mijn werkjes van dit moment. Al mijn work in progress werkjes. Ik heb niet één, ja, die testknit, daar ga ik wel echt, echt flink mee aan de slag. De deadline is 20 maart, dus dat lukt makkelijk. Maar dat is echt een werkje wat af moet. En verder kabbelen ze allemaal zo rustig voort. Mijn handen jeuken. Ik krijg toch denk ik ook wel een beetje voorjaarskriebels. Er zijn wel echt een aantal dingetjes waar ik graag mee aan de slag wil. Maar ja, voorlopig wel echt genoeg op mijn pen. Ik ga denk ik niet een nieuw werkje opzetten voordat ik iets af heb gerond. Nu was ik eigenlijk...
Even denken hoor, heb ik alles? Ja, ik heb nog een paar andere dingen die ik graag wil zeggen. Nu zou ik eigenlijk aanstaande vrijdag beginnen aan de Knuffel Knit Along. Georganiseerd door Amy van Circle of Wool en Mirjam van Mirjam Molenbeek. Ik heb van Amy een pakketje gekregen en het boek. Dat heb ik inmiddels. Ik heb het nu niet hier, het ligt beneden. En ik heb het er vorige week over verteld. Maar helaas, is de Knuffel Knit Along geannuleerd. Wegens onvoorziene omstandigheden gaat niet door. Ik mag de spulletjes wel houden. Dus dat vind ik heel erg lief van Amy. Dank je wel daarvoor. En ik ga ook zeker Nana de Lady Duck maken. Maar dan ga ik niet op 1 maart beginnen. Ik ga het dan eventjes bewaren. En het leek me misschien wel een leuk zomerwerkje. Omdat het een klein werkje is. Ik dacht, dit is misschien wel leuk voor als het wat warmer is. Niet een grote trui of een groot vest op mijn schoot. Maar gewoon een klein werkje. Dus daar ga ik nog even mee wachten. Het heeft me wel heel erg doen nadenken over het breien van knuffeltjes. Het is namelijk zo dat mijn kleine nichtje, die blijft maar praten over een blauw konijn. Dat ik een blauw konijn voor haar gebreid heb. En ja, ze is jarig. Eind maart wordt ze 3. En ik ben nu dus aan het overwegen om daar iets mee te doen. En dan moet ik dus nogal, ik moet dus en ja, dat knuffeltjes breien is niet zo mijn ding. Maar ik heb wel een heel schattig konijntje gevonden. Ik heb ook wel een blauw wolletje. Het is niet echt blauw. Het lijkt op blauw. Ik heb niet zoveel blauwe wol. En ik ben dus aan het vasten. Maar het was wel echt zo'n konijn met allemaal kleertjes en zo. Toen dacht ik, zal ik dan gewoon voor haar dat blauwe konijn breien? Of een bruin konijn met een blauwe jurk. Dat kan ook nog. Ik vind blauw wel heftig. Maar ik vind het zo lief dat ze het daar steeds over heeft. Dus misschien ga ik dat dan eerst maar doen. Voordat ik Nana de Lady Duck ga maken. Maar daar ga ik zeker mee aan de slag. Want het is echt een fantastisch boekje. En er staat geen konijn in dat boekje. Goed. Komt goed. Maar dat ben ik dus aan het overwegen. Het andere, vorige week had ik mijn sokcardigan aan en toen vertelde ik over die knoopjes die ik niet goed had verdeeld. Toen heb ik van heel erg veel mensen op Instagram een filmpje toegestuurd gekregen in mijn DM over achteraf knoopsgaten maken. Dat je dat eigenlijk ook heel makkelijk kan doen. Dus dank je wel daarvoor als je met me meegedacht hebt en als je me dat toegestuurd hebt. Misschien. Ik weet niet zeker of het de oplossing is voor mijn vest. Wat ik zelf altijd zeg, als je toch al beslist dat je het uit gaat halen, dan kun je van tevoren misschien best nog wel wat anders proberen. Dus dat dacht ik nu ook. Ik kan me voorstellen dat het dan misschien wel te veel knoopjes worden. Maar als ik toch al besloten heb dat ik het ga veranderen en dat ik die hele knopenbies uit ga halen, dan kan ik misschien best wel proberen om extra knoopsgaatjes te maken en kleinere knoopjes erop te zetten. Als het werkt, dan werkt het. En als het niet werkt, dan niet. Maar ook veel mensen die drukknoopjes tipte. Dat weet ik niet zeker. Als ik mijn vest dan opendraag, weet ik niet of ik dat zo mooi vind aan de binnenkant. Maar ik vond het wel heel lief dat er zoveel mensen meedachten. Dus wie weet ga ik daar nog wel mee aan de slag. Ik hou je natuurlijk op de hoogte. Het laatste. Oh ja, dit is ook leuk wat ik nog wil vertellen. Ik kreeg een verzoekje van Bettina. Bettina organiseert samen met Jacqueline Wolfeesie op het eiland. Zij organiseren handwerkdagen en een paar weken geleden heb ik er eentje bezocht. En dat was heel gezellig, heel erg leuk. Op Goeree Overflakkee, Zuid-Holland. Nu zeg ik het goed, hoop ik. En dat was heel leuk om daar samen te komen met allemaal mensen daar uit de omgeving en samen te breien. Bettina en Jacqueline organiseren regelmatig zo'n dag. Maar zij organiseren nog iets anders leuks. Ik vond dat echt een ontzettend leuk idee. En Bettina heeft aan mij gevraagd of ik dat hier nog in mijn filmpje nog even wil promoten. Om wellicht nog andere mensen te bereiken die zij niet zelf bereiken. Zij hebben een hele leuke dag in het vooruitzicht. Zij gaan namelijk de Weversmarkt in Horen bezoeken. En dat is op 24 juli 2024. Ik weet niet wat voor dag het is. Ik kan me voorstellen dat het een zaterdag is, maar dat weet ik niet zeker. Midden in de zomer dus. En de Weversmarkt in Horen, ik ben daar nog nooit geweest, maar ik heb er al regelmatig over gehoord dat dat echt een evenement is wat de moeite van het bezoeken waard is als je van handwerken houdt. Nu valt het meestal midden in de zomervakantie.
Dus dat is een beetje jammer. Maar goed, wat Bettina en Jacqueline nou georganiseerd hebben, ze hebben een busreis georganiseerd naar die weversmarkt. Dus op zaterdag 24 juli vertrekt er een bus en die vertrekt vanuit Zierikzee. En die heeft dan een aantal stops, maakt die bus, in Oudetongen, Heinenoord en Leiderdorp. En die gaat dan naar de weversmarkt. Dan kun je de hele dag of met de groep of zelf, of nou ja, hè, kun je die weversmarkt bezoeken en je daar vermaken. En aan het einde van de dag rijdt die bus weer vol mensen, met bepakt en bezakt wellicht, weer terug via dezelfde route: Leiderdorp, Heinenoord, Oudetongen, Zierikzee. En dat kost €25. Nou, als je wel eens met de trein reist, dan weet je dat je voor €25 bijna nergens meer komt hier in Nederland met de trein. Dus dat is een heel aantrekkelijke prijs voor vervoer van Goeree Overflakkee helemaal naar Hoorn. En er zijn nog 7 plaatjes vrij. Volgens mij, ik weet niet meer wat Bettina nou zei, volgens mij kunnen er echt 40 of 50 mensen in die bus. Dus dat... Ja, ik vond het wel echt heel bijzonder. Ik ga niet mee. Dit is in de zomervakantie en ik woon ook niet daar, zeg maar. Maar ik vond het zo'n geniaal idee dat je gewoon een bus vol met, nou ja, vrouwen. Maar mannen zijn ook welkom. Als je samen met je man wil, mag die ook mee. Als je man denkt dat hij dat aan kan, is een bus vol met vrouwen. Maar met die bus dus naar de weversmarkt om een leuke dag te hebben. Je hoeft ook niet te rijden, je hoeft ook niet over te stappen. Je kunt gewoon instappen en breien en kletsen de hele tijd. En op de terugweg kun je lekker kletsen en wolletjes bekijken en dat dus. Ja. Dus nog 7 plaatjes vrij. Wolfeestje op het eiland. Dat is het Instagram account. En er is ook een e-mailadres, dat zal ik hieronder bijzetten in mijn... stories. En als het goed is, heb ik nou net een fotootje ingevoegd met ook nog alle informatie. Dus dat kun je ook nog doen. Even een screenshotje maken of even op pauze zetten en dan die informatie bekijken. Dus alvast heel veel plezier, dames. Heel erg leuk. Oké, dit was het voor vandaag. Ik ga lekker verder met al mijn werkjes op mijn naalden. En ik ben heel benieuwd of ik volgende week maandag iets af heb. Dat zou wel echt heel erg leuk zijn. Ik heb er zin in. Ja. Mocht je meer van mij willen zien, dan kun je lid worden van Handwerkgeluk. Dat is tegen betaling. €5 in de maand neem ik je mee. Dan krijg je extra filmpjes op vrijdag. 2 zelfs, als je dat zou willen. En deze week ben ik een vlog aan het maken. Ik vind vlog echt een stom woord. Maar ik neem je dus mee achter de schermen. Niet zodat ik voor mijn telefoon ga zitten en vertellen. Maar met mijn telefoon in mijn hand neem ik je mee in mijn handwerk prikkelen. Dat heb ik al 1 keer eerder gedaan. Die kun je ook nog terugkijken. En dat vind ik heel erg leuk. Mocht je vragen hebben over dat lidmaatschap, laat het me even weten. Je weet me te vinden. Oké. Dit was het voor vandaag. Ik wens je een hele fijne week met hopelijk veel fijne handwerkperikelen waar je hart een sprongetje van maakt. En tot de volgende keer. Doeg!